Ik ben Radna. En ik ben Renier. En wij maken de radioshow Future Vintage op Red Light Radio. Wij zijn vandaag in het archief op zoek naar platen. Er zijn heel veel platen. Maar de vraag is, zijn er ook platen die wij goed vinden? Ons plan was dat we geen plan hadden. Dus we zijn hier best wel onbevangen naartoe gegaan. Dus ik denk dat we een deel aan toeval overlaten en een deel aan wat we weten. Deze plaats van de Instant Composers Pool. Dat was een soort losse groep rondom het Bimhuis en Han Benink en Micha Mengelberg. Meestal zijn hun platen heel chaotisch in opnames, maar hier staan ook een paar hele mooie soort van liedjes op. Dit is Liberation Music Orchestra van Charlie Hayden uit 1969. Deze heb ik echt uitgekozen op de hoes en ook misschien wel op de titel. Ik was benieuwd van wat zien mensen als Liberation Music. En het is ook wel interessant dat het een groep mensen is van verschillende afkomst, zoals je kan zien. Ik denk meer de combinatie ook van de afwisseling tussen delen die misschien super abstract zijn, gecombineerd met weer een bepaalde melodie of iets wat mensen herkennen of waar ik me ook op mijn gemak bij voel, dat die spanning, dat we dat altijd opzoeken. Ja, en op die manier zijn er ook weer overlappen te maken met andere genres en zo, denk ik.